Ik ben Kees Putten, ik ben Amsterdammer, ik woon in de Arnhemse buurt. Ik heb een gezin, twee kinderen en een vrouw. Ik ben wijkmeester in de Pijp. Dat ben ik niet altijd geweest. Ik kom uit de bedrijfsgezondheidszorg, ik ben verpleegkundige van huis uit. En ik heb een switch gemaakt naar dit interessante beroep als wijkmeester. Als huismeester moet je sociaal zijn. Je moet goed kunnen luisteren. Ik denk dat dat eigenschappen zijn die ik bezit. Ik doe dagelijks loop ik een ronde door de wijk. Daarbij let ik met name op de leefbaarheidsaspecten. Dat is dan schoon, heel en veilig. Ik ben 18 dagen met Paul geweest. Daar kwam elke keer waar. Ik kon de stad. Kun je je voorstellen, je kleed je lekker aan, ik pak mijn scootmobiel, ik ga naar beneden toe. Ken niet, want dan liep een stuk, moest een nieuwe motor in. Heb ik, ja, en op een prachtige zaterdag kon ik niet beneden toe. Ik ben afhankelijk van die scootmobiel en die lift. En ze gaan die lift stuk is, met een lul, want ik zit niet de hele dag in mijn rolstoel. Ja. Ergens ben je toch mijn steun en toegelaten geweest een beetje. Nou, ik vond het wel prettig dat je altijd even bij me kwam. Zo hoort het ook eigenlijk, hè? Ja, ik kon niet. Je bent een wijkbeheerder en je doet je, dat mag je rustig tegen je baas zeggen. Je doet het goed. Nou, dit is Albert Kuip. Het is natuurlijk toch een beetje het hart van de oude Pijp. En hier zie je een beetje hoe veelzijdig de buurt is. En wat voor leuke volksbuurt het gewoon is hier. Wat je maar zoekt, kan je hier vinden op de Albert Kuip. Ja, die gaat ook al. Kiootje. Nu ik hier werk, kom ik regelmatig, doe mijn wandeling over de Kuip, omdat we hier ook woningen hebben. Dus ik moet hier ook voor mijn werk sowieso zijn. Dus ik kan beide zaken kan ik dan combineren. Alles zit hier door elkaar. En dat maakt het denk ik echt een van de meest populaire buurten ook van Amsterdam. Als je eenmaal in de Pijp woont, dan de meeste mensen wonen zo 20, 30 jaar hier. Dan gaan ze ook niet gauw weg meer. Daar waar die blauwe fiets staat, ja? Daar is de wijkmeester. Oh, de wijkmeester. Daar beneden? Ja. Oh, dan keek de eenbaar, die waren de shady die jaar tasjewinkel. Oké, okay. Oh, die zijn eruit. Ja, die zijn eruit. Ja, daar ziet de hut erin. Vindt u dat jammer? Ja, moet je horen, zoveel bekenden gaan weg. En wat kan je er nou aan doen? Niks. Nee. Hè? Ja, nou is er wel iemand die alles in de gaten houdt. Nou, dat weet ik niet. Zal wel. Ik heb ze wel gezien, maar ik ken ze nog niet zo goed. Er is een inloopspreker, dus u kunt zo binnenlopen. Oh, ja, maar ja, misschien wel. Oké. Meneer, komt het uit? Wat is het? Moet het uitgezocht? Nee, dat is op een internetsite. Dus ja, voor, die heb ik niet. Nee, nou ja. Oké. Okay.